Henry, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het was een beetje sneeuwerig. Ik denk, laat ik maar op tijd vertrekken. Ja. Dan ben ik in ieder geval op tijd. Vertel eens even, waar kom je vandaan, Henry? Ik kom uit Zwolle, dus uit de hoofdstad van Overijssel. En radio continu horen we heel veel. En ik ben dus blij dat ik vanmiddag bij jou ben. Ja, ik eindelijk, ook. Eindelijk. Ik ben ook daar blij. Ja, het is altijd heel frappant dat op de laatste dag, voordat we Drenthe Draait Live hebben, gebeurt er altijd iets. Er wordt iemand ziek of er komt een optreden tussendoor of wat dan ook. Ja. Jacques Herp, die zou vanmiddag ook komen. Die gaat dus niet komen, ook voor de mensen thuis. Dat heb ik gisteren al verteld. Hij moet zingen op een crematie. Dat gaat altijd voor. Ja, natuurlijk. Dat soort dingen. Wat wij vanmiddag wel hebben, is straks in het tweede gedeelte John Enter. Die ken je ook. Ja, zeker. Een hele goede collega. Een vriendelijke kerel. Een leuke vent. Ja. Henry, vertel eens even iets over jezelf, behalve dat je uit Zwolle komt. Jij bent homoseksueel. Al 3 jaar. Nu? Al drie jaar. Ja, 3 jaar. 3 jaar heb je daarvoor geleden heb je geout. Nee, daarvoor was ik bi. Oké. Okay. Ik heb toch gekozen voor de mannelijke kant. Toch wel, hè? 3 jaar geleden, ja. Nou, één ding wat me wel opvalt. Dikke kerels ook trouwens. Ja, dat weet ik. Daarom loop ik steeds met mijn kont tegen de muur aan. Maar wat ik wel een beetje flauw van je vind, dat je na die 3 jaar jouw vrouw nog steeds niet op de hoogte hebt gesteld. En nee. Dat heeft meer te maken met de zakelijke aspecten. We hebben ook 2 winkels. Ik denk dat ik nu ook van haar uit de kast ben. Ja, alle gekken op een stokje. Je bent getrouwd, heb je kinderen? Ik heb 3 kinderen. Ik heb een dochter van 19, een zoon van 17 en 1 van 14. Ja. Cup D heeft en dat met 6 ja. En dat met 26, dan ben je op tijd begonnen, zeg. Ja, ik was met dat het kon heb ik het ook gedaan. Dus ja, 13 was het. Nee, ik ben zelf maandag word ik 44 en de meeste denken dat ik nog ouder ben, maar ja, toen maar ik word 44 en ik ben heel lang getrouwd met Yvonne. Yvonne die gaat vaak met me mee naar optredens toe. Ik heb samen met haar nog 2 bruidsmodezaken in Zwolle. En dat draait altijd lekker door. Bruidsmodezaak heb jij? Ja, 2. Okay. Ja, en dat doet je vrouwtje dan of doe jij dat? Mijn vrouw die staat voor de schermen met... we hebben nog wat personeel dan. Die staat voor de schermen en ik doe alles achter de schermen bij die bruidsmodezaak. Hey, en je gaat vandaag... want je hebt een nieuwe album. We gaan er een hoop weggeven. Want je raakt zo'n straatstenen weer niet kwijt. Die toestanden natuurlijk. Nee, ik heb je net 100 euro gegeven. Maar als je ze dan kunt weggeven, dan... we gaan vandaag jouw nieuwe album. Want daar gaan we straks ook over praten natuurlijk. Over je nieuwe album. Maar je gaat vandaag ook een 3-tal nummers zingen. Ja. Zullen we even gaan soundchecken? En die tijd even de nieuwe plaat van Lucas en Gea. Want je houdt niet voor mogelijk. Lucas en Gea hebben een carnavalsplaat gemaakt. Ik heb hem al gehoord. Oh, je hebt hem al gehoord? Ik drink zelfs uit een kopje van hun. Ik ben heel erg benieuwd trouwens. Om dit jaar. Ja, wij hebben alleen maar kopjes van Lucas en Gea hier. Maar het lijkt me wel eens een keer leuk om te zien. Een optreden van Lucas en Gea met carnaval. Vooral hoe gaat Gea zich dan bewegen? Nou, ik denk heel rustig gewoon. Henry van Velzen, je tijd gaat. Nu in. Is Henry van Velzen je echte naam? Dat klopt. Dat is je naam hoe je geboren bent? Dat klopt. Helemaal? Helemaal. Helemaal. Het is geen artiestennaam? Nee. Och, kut. Ik ben zo slecht in spelletjes. Ik heb wel spelletjes die je net liet zien. Dat soort spelletjes ken ik wel. Ja, het is zo'n simpel spelletje, maar het is wel weer voor de buitenstaander, voor ons en voor de luisteraar is het wel weer lachen. Ja, het is wel lachen. Ja. Nee, kut, zei hij op een gegeven moment. Zei dat echt? Ja, zei het. Sorry. Alles wordt opgenomen, maar goed, het knippen we er ook weer uit. Oh, gelukkig. Ellen, ja? Wat heb je ervan gemaakt, meid? Nou, wat denk je zelf? 3 seconden? Nee, je hebt jezelf nog onderschat. 9 seconden. 9 seconden. Zo. Goeiedag. Nou, je bent de eerste voor dit jaar, voor het jaar 2010. Dus Henry van Velzen, 9 seconden. Zo. Jongen, daar gaat het boek in als een toptijd. Heb je ook een poedelprijs, een uurtje misschien? Henry van Velzen. Dat jij een keertje tijd voor mij, maak me zorgen over ons. Samenleven is al lang voorbij. Ik weet niet hoe het gebeuren kon. Jij en ik zijn uit elkaar gegroeid. Jij sloeg andere wegen in. Wat er ooit aan moois is opgebloeid, heeft nu voor mij geen enkele zin. Oh, nee,
spullen maar. Ga maar weg, je weet waarheen. Je hebt me zo veel pijn gedaan. Ik leef zonder jou voortaan. Heus, ik red het wel alleen. Vrienden zeiden, nee, dit houdt geen stand. Zij gaat steeds haar eigen gang. En ze schuift jou langzaam aan de kant. Ik zag haar met een andere man. Kom op. Oh, nee, het maakt me niets meer aan. Of je mij nu verlaat. Jij doet al jaren lang. Ja, ik niet meer bestaan. Pak jij je spullen maar. Ga maar weg, je weet waarheen. Je hebt me zo veel pijn gedaan. Leef zonder jou voortaan. Heus, ik red het wel alleen. Je hebt me zo veel pijn gedaan. Leef zonder jou voortaan. Heus, ik red het wel.